Als het allemaal door kan gaan, hopen wij dit jaar 2 bruiloften te mogen meemaken van onze kinderen. We zien hier natuurlijk enorm naar uit. Onze beide kinderen hebben iemand gevonden met wie ze de rest van hun leven willen delen. In sommige culturen is de keuze voor een partner iets wat van buitenaf wordt geregeld. Je hebt dan niet zoveel vrijheid als wij gewend zijn. De druk van een grote familie of een hechte dorpsgemeenschap kan groot zijn. Hubba uit Kenia heeft dat ook ervaren. Ze zou moeten trouwen met een islamitische man, terwijl zij en haar familie christen zijn. En dat was niet het ergste. Ze werd tijdens een belangrijk islamitisch feest verkracht. Onbeschrijfelijk wat zij moest meemaken. Als ik dit lees, word ik boos en verdrietig tegelijk. Maar wat een daad van liefde van haar moeder Lea. Ze stuurde Hubba, om dit huwelijk te voorkomen, naar een ander christelijk gezin. Daar kreeg ze tijd om te herstellen. Deze actie heeft waarschijnlijk ook grote gevolgen voor deze moeder. Ik heb zo'n respect voor beide moedige vrouwen. Hier wilt u Hubba en moeder Lea uw liefde, kracht en nabijheid tonen.